Goedemorgen, wat leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag en vandaag ga ik iets heel leuks doen. Ik heb vandaag geen school, ik ben op vrijdag altijd vrij. En ik had Vee, Xena en Nina gevraagd om even mee te gaan naar de stad, Rotterdam dus, de stad. En om even een paar broeken te kopen. En ze wilden mee, dus even een gezellig dagje met klasgenootjes, terwijl ik geen school heb, but okay. Dit is wat ik aan heb, dit witte shirtje. Mijn broek van Zara en mijn schoenen van de Zara. Ik weet niet waar van dit shirtje is. Ik vond hem ineens in mijn kast. En ik doe hierover nog mijn bomberjack aan. Super leuk. Het is wel lekker weer, dus ik weet niet of ik hem aandoe, meeneem. Ik zie wel. In ieder geval, over 10 minuten gaat mijn bus weg. Ik heb net de weekvlog geëdit. Dus die vlog die maandag online is gekomen, heb ik geëdit. En ja, voor de rest heb ik niet echt heel veel gedaan. Vooral heel veel telefoontjes gepleegd. En voor de rest, ja, ga ik niet echt iets boeiends doen vandaag. Dus let's go, jullie gaan vandaag weer mee. En veel kijkplezier met de vlog. En deze vlog is een weekendvlog. Dus dan houden jullie, kunnen jullie er ook even rekening mee houden. Dus let's go! Aan de shop, in de shop met Vee, Xena hier en Nina. Laat je jasjes zien? Leuk hè? Heel al. Wie staat die beter? Duimpje omhoog voor Nina en duimpje omlaag voor Xena. Nee, maar dan verwacht je dat die mij het leukste staat. Dan zet het even in de comments welk jasje het leuk is. Voor wie het staat. Oh ja, tuurlijk. Maar wat is dat voor een raar iets? Wat daar hangt. Is dat een nachtjapon of niet? Als je dat kan hebben, is dat fucking mooi. Dat is, maar ik, nee, dat, nou, dat kan ik niet hebben. Dat zegt Marilyn Monroe kan wel hebben, zeg maar. Nee, want die heeft ook dikke dijen. Ja, maar zij kan dat gewoon alsnog hebben. Oh, er zijn nog geen hoerenaarsen. Oh mijn god. Ja, jij moet in Amsterdam. Nee, bij mij kan dat helemaal niet bij huis. Nee, gewoon tot hier. Vee, ga je alles passen? Vee gaat letterlijk alles passen. Nee, beentjes, dat past niet. Bij mij komt die maar bij Xena past die perfect. Oké, okay, bye. Hoe charmant is dit beeld? Ik zit op een bank. Een Vee wordt er bijna van afgetakeld hier. Ik zie hem staan hier op, man. Xena zit heel depressief tegenover me. We gaan nu opstaan. Kijk, bij mij is dat er ook geen beweging in. Ik ben een mama. En Nina is mama geworden van 3 kinderen. Ik wil helemaal geen kinderen. Het is zelfs die. En besef, hè. Oké, bye. Oké, ik lig dus alweer in bed. En ja, het was best wel een vermoeiende dag vandaag. Het is nu 23:26. Dus het is nu bijna half 12. Ik ga zo lekker slapen, want mijn ogen vallen gewoon echt bijna dicht. Echt niet normaal. Dus ik ga zo lekker slapen. En ik zie jullie over een paar uurtjes weer. Peace. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag 10 september en ik ben net opgestaan. Het is nu ongeveer al 12:30. Dus ik heb gewoon de hele tijd in bed gelegen en video's gekeken op YouTube. Ik ga nu naar beneden om even te ontbijten, soort van brunchje. En dit is wat ik vandaag aan had qua slapen. Dit groen, echt de hele tijd heb ik struggles met scherpstellen, sorry guys. Dit groene shirtje komt van de David Beckham line, die heb ik al best wel lang, en het Adidas broekje. Ja. Ik ga nu naar beneden om even te ontbijten en zo, en even nog meer video's te kijken op YouTube. En vanavond komt Kjaar gezellig langs, want we gaan vanavond dance kijken. Super tof. Maar ik moet ook nog heel veel huiswerk maken. Dus ik ga ontbijten, even ondertussen video's kijken, dat is mijn standaard ritueel wat ik altijd doe in de ochtend. Dan daarna ga ik knallen met huiswerk. En daarna komt Kjaar al. Dus dat wordt super tof. En morgen heb ik de hele dag opnames voor een clip. Dus dat wordt ook heel tof. En morgen gaan we ook weer het hondje bezoeken. Dus een hele volle planning dit weekend. Dus jullie gaan er mee. En veel kijkplezier nog. Mijn ontbijt. Een broodje met pasta. En een glas dubbel. Lekker vlogs kijken van Jamie Lee. En dit is echt de leukste YouTuber ever op dit moment.
Food is ready. Lasagna à la Quinty. Oké, hij is een pakje. Oké. Yay, het is dance time. Woe! Ferry en Inge. En de volgende. Super tof, toch? Team Ferry. Romy is ook heel goed. Dus ik ga lekker dance kijken. En ik zie jullie zo weer, want Quinty is me aan het filmen. Dus bye! Het is nu 10:01 en ik ga heerlijk slapen. Ik ga morgen mijn statieven laten zien aan jullie. Want daar heb ik ook vaak de vraag naar gekregen van... wat voor apparatuur gebruik je nou om je video's op te nemen? Ik geef jullie al één tip. Als je iPhone hebt, dan zit er op de iPhone zit een app genaamd Dictaphone. En die gebruik ik heel vaak voor mijn video's. Kijk. Wat dan dit? En dan neem ik nu een stukje op. Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. In deze video laat ik jullie mijn apparatuur zien. Ik heb onwijs vaak de vraag gekregen wat ik mijn apparatuur was. Dan druk je op stop en dan sluit. Hoi allemaal, en dan leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Dan is het geluid veel beter. Want als ik het nu opneem met mijn normale vlogcamera, dan is het zo van heel zacht. En nu dit. Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. In deze video laat ik jullie mijn apparatuur zien. Ik heb onwijs vaak de vraag gekregen wat ik mijn apparatuur was. En dat is dus het verhaal van de Dictaphone app. Nou, ik ga even slapen. En ik zie jullie morgen weer. Voor jullie is het over een paar seconden. Dus jullie gaan nu eens kijken naar zondag. Goedemorgen, het is vandaag zondag. Ik ben nog niet begonnen met vloggen vandaag. Ik heb gewoon geen inspiratie voor een video. Maar ik ben wel met... Tamira, daar hebben we er weer in de vlog. Ik zit helemaal blij met de... Kijk, ik had bij de Pool & Bear had ik de Bradley trui gekocht. Maar ik pas hem niet meer. Maar Tamira past hem wel, hoop ik. Deze moet je aandoen in de video. Dag, dan klopt helemaal outfit niet meer, man. Nou, en interesseert mij niet. Echt niet. Oké, dan niet. Dus we gaan nu een videootje opnemen. En ik weet niet of man. Ik weet niet wanneer die online komt. Maar goed, we gaan nu even opnemen. Dus bye. Chimera is alweer een tijdje weg. En wat ik jullie nog niet heb verteld, is dat we vandaag weer naar het hondje gaan. Yay! Quinty! Quinty is echt kut. Maar het is nu 7:15. We gaan nu even de kat naar buiten gooien. En elke keer ben ik niet. Nee, je gaat nu echt dierenambulance krijgen. Grapje, we gaan niet het Ginger naar buiten gooien, maar we gaan haar wel zeg maar naar buiten lokken. En zie jullie zo weer. Must never stop the way, yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah.
just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah. Ik ga lekker de vlog afsluiten. Ik bedank jullie voor het kijken. En ik zie jullie volgende week maandag weer bij een nieuwe weekvlog. Tot volgende keer. Doei doei!